Hoe gaat het met je? Ja, wel beter dan verwacht. Ik kwam die wedstrijd uit, ik had een elleboogstoot gehad. Dus ja, heel veel koppijn, last van mijn slaap. En ik ben naar het ziekenhuis geweest en bleek er een breukje in te zitten. De enige oplossing was dat ik met een eventueel masker op zou spelen. Kan je aangeven en aanwijzen waar het precies zit, waar je last hebt? Het zit gewoon, ik druk er liever niet op, want het doet pijn. Maar dit zorgt er in ieder geval voor dat... dat het zeg maar de druk wegneemt. Dus het is wel heel erg zweten onder dat ding. Maar ja, dan heb je tenminste het gevoel dat je wat doet. Dus dat is ook weer... Maar je hebt nu koppijn? Ik heb nu wel last van mijn hoofd, ja. Ik heb sowieso last van mijn hoofd. Maar het is afgenomen sinds het weekend, zomaar. Dus het gaat de goede kant op. Maar je kan spelen? Ja, ik kan spelen, ja. Zeker. Ja. En dat is voor jou de allereerste keer spelen met een masker op? Ja, dat doe je niet alledaags, nee. Nee. Dus dat is de eerste keer. Ik vind hem ook enorm eigenlijk. Mij bekend was dat je alleen maar tot en met de ogen had, maar omdat ik dus bij mijn wang heb, moeten ze hem helemaal verlengen tot hier en hij mag niet bewegen. Dus hij zit heel strak op mijn huid en dat, dat zorgt voor in ieder geval een enorme klemming bij mijn hoofd bovenaan en dat doet pijn. Maar ja, het is maar 90 minuten, in de rust kun je hem afdoen. Dus het is geen excuus om geen goal te maken. Je kan er ook mee koppen. Ik heb het net geprobeerd. De eerste ging heel lastig. Maar ja, je moet iets meer kracht zetten. Dus dan moet ik er maar meer energie in steken. Wat een week, hè? Dat verhaal met het shirt in Steenwijk. Ja. Wat heb jij er allemaal van meegekregen? Ja, ik zat toevallig te kijken naar De Wereld Draait Door. Dus ik zag het verhaal. En, Leek heel sneu. Het leek heel sneu. Daarom reageerde ik er ook direct op. Want ik zag het dus gebeuren. Ik denk, nou, dan moet er even wat aan gedaan worden. Maar het verhaal is heel simpel. Ik had al lang afgesproken met die moeder en dat kindje dat die een keer mijn shirt zou krijgen. Nou, dus ik ging daarheen en ik was natuurlijk een beetje chagrijnig omdat ik die wedstrijd niet gewonnen had. Dus ik gaf mijn shirtje en toen leek het inderdaad net alsof ik het aan het andere ventje wou geven. Maar het is in ieder geval zo dat het was wel de bedoeling dat ik aan die moeder het shirtje gaf samen met het kindje. Maar ik denk dat het nu een leuk alternatief is dat het andere kindje ook mijn shirt heeft gekregen. Want die trok een gezicht op de tv waar je natuurlijk medelijden mee krijgt. Dus dat zit wel goed. Maar ik heb gehoord dat zij er wel enorm veel last van heeft. Ja, die heeft ze wat bedreigd, hè? Een beetje echt vervelende mails die ze allemaal krijgt. Dat is helemaal niet zo leuk voor die moeder. Nee, kijk, dat is niet nodig natuurlijk. Dat gaat nergens over. Ik bedoel... Ik had dat gewoon afgesproken met haar en haar kind en dat het is een beetje lullig dat het zo... Ik vond het eigenlijk wel grappig hoe het allemaal neergezet werd, maar als je dan merkt dat iemand er gewoon dreigmail krijgt, ik noem maar op, ja, dat is gewoon schandalig.